Iedereen van harte welkom op deze persconferentie. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij er aan uit zijn. Ik denk dat het een heel belangrijke stap is voor de gemeente Etten-Leur. We hebben een proces gemaakt vanaf de gemeenteraadsverkiezingen tot nu toe in denk ik toch wel heel veel openheid. We zijn gestart na de verkiezingen met een bijeenkomst te organiseren voor alle politieke partijen, waarin we het proces hebben neergezet. Daarna is er een bijeenkomst gehouden door ook alle, waarbij alle politieke partijen aanwezig waren, die konden aangeven welke zaken hun graag in het programma hadden willen inbrengen. En daarna zijn wij als drie partijen, dus APB, D66 en CDA, gaan onderhandelen. En wij hebben afgelopen maandagavond hebben de puntjes op de i gezet. En afgelopen maandagavond is ook het definitieve keuze gekomen voor de wethouders die voorgedragen worden door de drie politieke partijen. Wij hopen ook dat andere partijen dat volgens ook zo voelen, dat dit echt een programma gaat worden van de hele gemeenteraad. Maar de input die geleverd is door andere partijen, die hebben wel zeker gewicht en gewogen. En zo zijn er een aantal zaken terug te vinden die andere politieke partijen bij ons hebben ingebracht. Alleen er was een behoorlijk verschil in inbreng. Er waren politieke partijen die een half A4'tje hebben ingeleverd, andere politieke partijen. En er waren politieke partijen die wat meer informatie verstrekt hebben. Dus daar konden wij ook wat meer mee. Wij zitten voor het eerst in het college. Het is ook voor het eerst dat we zover in onderhandelingen mee zijn gegaan. En ik sluit me bij de twee vorige sprekers aan dat het in een goede open sfeer is geweest. Ik ben ook zeer erkend aan onze informateur en de griffier die dat proces op een hele goede en prettige wijze hebben begeleid. Dat is altijd even prettig. Maar ik denk dat het meest belangrijke is voor ons dat we aan tafel hebben gezeten als gelijkwaardige partijen. Dat we met elkaar gewoon heel open en eerlijk naar elkaar zijn geweest van wat we wel en niet wensen en hoe we het wensen. En we hadden gelukkig op heel veel punten toch wel vrij snel met elkaar van, nou, we kunnen daarmee met elkaar uit de voeten. En dan krijg je daar wat nuanceverschillen die dan zijn opgenomen. En dat is in een hele prettige, goede sfeer gegaan. En ik denk ook inderdaad, en ik ben Jean-Pierre eens, we hebben een programma waar in ieder geval ook die partijen, plus zoals Ronnie al heeft gezegd, ook de partijen die inbreng hebben gehad bij de eerste bijeenkomst, de zaken terug zal zien. En dat is ook prettig.